Mijn vader die ging toen in de Wieringermeer aan het werk, aan het ontginnen van die nieuwe polder. En in de tussentijd was hij op Stroe komen te wonen en daar woonde hij in een oude boerderij. Mijn grootvader en mijn grootmoeder van mijn moeders kant, hij was boer in Drenthe. En daar had hij een heel stuk, heel stuk grond gekocht en een boerderij neer laten zetten. Maar het waren twee hele slechte jaren, heel veel regen, er was heel veel oogst, was er mislukt, zal ik maar zeggen. Toen had zijn oudste zoon, dat was oom Dirk, die woonde inmiddels in 1925 al op Wieringen. Die had een brief geschreven van kom hier maar naartoe, want hier is veel werk en er wordt hier goed verdiend. De meeste mensen die trokken weer weg natuurlijk, hè, die hier naartoe gekomen waren voor de Zuiderzee werken. Maar er zaten ook een heleboel die zijn gebleven.